is feesten en dan morgen kijken we weer verder. Want hier is de rechtsback van Beek. Congolo en dan het schot en het doelpunt van Van Beek. Hij is helemaal door het dolle, Sven van Beek. Zijn eerste doelpunt in dienst van Feyenoord. Nederland gooit, ver. Doelman blijft staan en dan gaat hij erin en ingooit die erin gaat. Ja, doelpunt. Komt hij in een 1 tegen 1 uit? Nee, hij wordt keurig van de bal gelopen. Van Beek springt daarvoor. Hooggoed met de vrije trap. Vermeer is te laat en dan zit hij erin of niet? Nee dus, blijkbaar niet. Duits en dan is daar de ruimte en de treffer. Van Beek. Het afgelopen jaar waar de wereld op zijn kop staat en waar jij veel tegenslagen hebt gehad, is het mooi dat we weer een nieuw jaar tegemoet gaan. Het jaar 2021 moet jouw jaar worden. Uitstekend verdedigd door Van Beek. Dat is de meevaller die Feyenoord nodig heeft. Het is Van Beek die de bal op de een of andere manier binnenwerkt. Nog eens gekopt. En hij vindt de lege hoek, Sven van Beek. Het zijn wel hele mooie momenten en die moet je wel koesteren. En ik denk dat ja, niemand mij dat ook meer af kan pakken. En, die momenten die zullen me altijd wel bijstaan. Ja. Als ik dan zie hoeveel mooie berichten ik heb gehad van de supporters. En dan komt het pas echt binnen dat ze wel echt dankbaar zijn voor de momenten die ik heb kunnen pakken in Feyenoord 1. En ja, dat is ook wel mooi als je dat allemaal weer terugleest inderdaad. Hier vind je nog meer Feyenoord video's. Nog geen abonnee? Klik dan hier.